Hallo, ik ben Ron Aerts voor ProFacilities. Ik wou graag even wat uitleggen over de timecode buddy. Wat je net zag was een app van een sleet met de tijdcode erin lopend. Die wordt natuurlijk ook voor de iPhone regelmatig als app is die te verkrijgen. Alleen deze app is wat bijzonders, want die is gelokt aan een heus tijdcodesysteem. Andere apps die maken gebruik van de tijdcode in de iPhone zelf. En hoe geweldig de iPhone ook mogen zijn, die tijdcode is helaas niet zo nauwkeurig. Wat ik even wil laten zien is het gebruik van de timecode buddy in een filmsituatie. Voor het gebruik bij het opnemen van film. We hebben hier een timecode buddy systeem. Opgebouwd op een Steadicam rig, samen met de audio. Die loopt dan mee met de camera of die doet de audio recording. Hij loopt nu nog, ik zal hem eventjes stoppen. Wat je hier ziet is het kleinste teller uit het Timecode Buddy System op dit moment. Dat is een zendertje die de tijdcode leest van de camera en die gooit dat op de UHF-band, 933 MHz als ik me niet vergis. Dus dat is een beschikbare band, in ieder geval wel in Europa. En die zorgt ervoor dat hij communiceert met de master van de Timecode Buddy. De master zit hierin. Zullen we dat nog eventjes, misschien kunnen we dat zo meteen eventjes close krijgen. Die hebben we even in de audiotas verstopt. Kan ook andersom werken als je dat zou willen. Voor de Steadicam rig is het natuurlijk heerlijk, omdat het gewoon echt een heel klein dingetje is die echt met een stukje velcro tape op de dingen geplakt kan worden. En die kun je overal, ook in de hot shoe of zo, kun je die kwijt. De truc is als volgt. Je stuurt de tijdcode naar deze kleine zender. En die zendt het dan over de UHF-band. Naar de master unit. En de master unit die heeft ook weer zijn eigen tijdcode uitgang en die kun je naar één of meerdere apparaten sturen. Zo kun je meerdere master units eraan hangen. Maar het mooie van deze is dat hij ook naast de UF-band nog een wifi zendersysteem heeft. En dat wifi zendersysteem, dat zag je net even op de app bij die iPhone. Die kun je dus koppelen aan die Slate app. En die Slate app die geeft tijdcode naar iedereen die ook maar een iPhone of een iPad of een dergelijk device heeft. Het werkt niet op Android systemen. Dat heeft te maken met de verschillen in de Android toestellen. Het is voor nu alleen nog maar te verkrijgen voor de iPhone of de iPad. Het is wel zo dat iedereen van de hele filmcrew kan gewoon met zijn eigen iPhone zien waar de camera op dat moment is met de tijdcode. Dus voor de script, voor de regisseur, iedereen die de continuïteitsmensen, iedereen, zelfs tot de kleding naartoe als ze maar een iPhone mee hebben, weet gewoon welke tijdcode wanneer wat is gebeurd. Dat scheelt heel veel vraagwerk. Daarnaast is natuurlijk het synchroniseren van het geluid en het beeld is heel erg belangrijk. Dat wordt ook wel met de zendersystemen gebruikt. Alleen in deze situatie maak ik gebruik van de tijdcode starter van het hele systeem, van de hele systeem voor de opname. Wat zou kunnen is op dit moment stuurt de camera de tijdcode uit op het moment dat hij opneemt. En ik heb de andere apparaten, dus in dit geval een outboard recorder en dat, in dit geval is dit de Nano Flash recorder, maar dat kan ook de Gemini, de 240, zelfs tot beneden aan toe de Blackmagic Design, die ook gewoon op tijdcode kan triggeren voor zijn opname. Het voordeel daarvan is dat in de huidige digitale apparaten allemaal ook zo'n functie hebben dat ze gaan opnemen op het moment dat ze tijdcode ontvangen. Een ander voordeel is dat als je met de automatische ophoging van de filenummering, als je dat allemaal in het begin gelijk opstelt en ze worden allemaal tegelijk gestart en gestopt, dan blijft de filenummering ook gelijk. En dat is in de post heel erg tijdsbesparend. Wat een voorbeeld zou kunnen zijn voor een systeem is dat de focuspoeler de opname zou starten. En op dat moment lopen alle apparaten die dus gelinkt zijn aan de tijdcode en dus ook aan het timecode buddy systeem, is dat iedereen, niemand hoeft meer de opname te starten. Iedereen loopt gelijk mee. Dus op het moment dat ik de opname start, hier zo, je ziet het, dan begint de camera in de opname te lopen. De outboard recorder
die zegt hier recording MXF. Op de monitor van de Steadicam zie ik duidelijk dat er opgenomen wordt, is de tijdcodes lopen. De regisseur ziet de tijdcode lopen op zijn scherm. Dat is niet van de Timecode Buddy afhankelijk. En heel bijzonder, of heel duidelijk, is dat de audio, hier zo, de audio loopt ook gelijk mee met de opname. Op het moment dat de opname gestopt wordt, heel simpel, stoppen alle apparaten weer. En mits goed ingesteld op het device zelf, loopt de nummering van de files loopt dan automatisch gelijk mee. Ten aanzien van het systeem is vrij simpel. Ik heb hier op dit moment de tijdcode uitgang van de camera aangesloten op de tijdcode ingang van de Timecode Buddy. De Timecode Buddy is gelukkig trekt niet zoveel stroom. De stroomaansluiting voor de Timecode Buddy kan gewoon in dit geval meegestoken worden op de Steadicam rig. Maar je kan het ook op een D-Tap aansluiting aansluiten of zelfs gewoon door middel van een batterijbakje. En het is gewoon met een Lemo connector aangesloten. Er wordt zo'n weinig stroom verbruikt dat je daar rustig een dag mee kunt draaien. Dan in de tas is er de Timecode Master Unit. En je kan meerdere master units tegelijkertijd aan de UAF-lus hangen. Dus voor het synchroniseren. Het heeft een heel duidelijk display. Je hoeft niet zoveel in te stellen aan het systeem. Het herkent zelf de tijdcode format en loopt eigenlijk glashard mee met alle andere apparaten. Deze unit verstuurt het dan naar de iPhone of naar het wifi-netwerk. En bij gebruik van de iPhone-app kun je dan zien dat die gewoon spatgelijk meeloopt. Je kunt de app ook gebruiken voor het instellen van de master unit. Dan hoef je helemaal niet bij de master unit te zitten. Stel je voor dat hij helemaal ingepakt zit in een tas. Dan kun je bij die instellingen ook aangeven wat voor een type receiver die moet gebruiken. Of die internal of external moet werken. Het type sync. En je kan zelfs het backlight aan of uitzetten. En zo zie je dus dat de iPhone of de iPad app loopt gewoon exact gelijk mee. En je kan daarmee ook nog wat dingetjes, er zitten wat leuke features in om te loggen. En dat is ook nog allemaal in ontwikkeling. Daar zullen zeker nog meer leuke features uitkomen. En uiteraard voor de mensen die het niet geloven, die kan gewoon zien dat exact, en dat is zeer nauwkeurig, met een hele hoge nauwkeurigheid, en loopt die tijdcode mee. In dit geval wordt het gestuurd door de camera. Je kan het ook in multicam situaties gebruiken. Dan is het handiger om de kwaliteit van de klok van de master te gebruiken. En op alle camera's dus een master unit te zetten. Waardoor camera's, met name de ENG-camera's, willen nog wel eens op lange termijn wat shiften in tijdcode. En voor de NLA is het natuurlijk prachtig als zij gewoon echt spatgelijk de tijdcodes meekrijgen. En het scheelt natuurlijk heel veel kabels leggen. En het voordeel is ook dat dus inderdaad andere mensen kunnen meekijken met de wifi-app. Zover wou ik het eventjes laten. Dankjewel voor je aandacht en graag tot de volgende keer als we nog meer kunnen vertellen over de Timecode Buddy of andere systemen. Dankjewel.